Hallo allemaal. Hi. Het is woensdagmiddag en ik heb een paar leuke dingen binnengekregen. Dus ik denk, ik ga het jullie die gelijk even laten zien. Want dan weten jullie ook dat ze binnen zijn. Slim van mij. Nee, even de hoogste tijd. Ik heb zojuist een hele grote doos binnengekregen van Diamond Painting Art. Er zitten een paar dingen in waar jullie al heel lang op zitten te wachten. Dus ik ga het even mijn schermpje draaien en dan ga ik het aan jullie laten zien. Even kijken, jullie kunnen jullie deze drie waarschijnlijk nog wel herinneren van de vorige keer. Dit zijn kussentjes van 20 bij 20. En tada, er is weer een kussentje binnen. Ditmaal is het een husky. Die is echt zo mooi jongens. Ik vind deze echt heel gaaf. Het zijn hele kleine formaat kussentjes die je helemaal full diamond paint. En nou goed, dan heeft hij alleen nog wel een vulling nodig. En dan kan je die op je bank bijvoorbeeld leggen. Dus deze serie is net uitgebreid nu. Maar we hebben meer. Hoi hoi Sas. Waarschijnlijk kunnen jullie deze bak ook nog herinneren die ik de vorige keer heb laten zien. Waarvan ik dus eentje zelf gemaakt had. Bij deze bak zijn er nog een paar binnengekomen. Dus die ga ik ook even gelijk laten zien. Deze hele mooie is al binnengekomen. Dus dat is met de vlinders. Heel klein momentje, weer heel even live op Facebook. Dus dat is een hele mooie bak met vlinders. De kat. En het leukste is, die kat is er natuurlijk ook als kussentje. Dus het wordt nu een setje. In feite, heel leuk. Diezelfde kat is dus nu ook een opbergbox. Binnen is gekomen nu deze hele mooie. Een peonies. Iets anders dan de vorige keer die we hadden, maar wel een hele mooie. De vorige was gewoon echt meer roosachtig. Dit is echt een hele gave. En binnen is gekomen al de tulips. Deze stonden pas gepland voor januari. Dus we zijn gewoon heel blij om te zien dat we deze onverwachts al konden bestellen. En dat deze dus ook binnengekomen zijn. Dit zijn dus alle vier gewoon van die opvouwbakken. Die bakken die maak je dus als ze in elkaar liggen. Kijken. Nee, opvouwen. En wees er wel van. Hi Christa. Hi allemaal. Als je dit maakt. De achterkant van de bak is wit. Dus leg hem wel ergens op. Zodat je je achterkant beschermt. Want je legt hem op tafel. En je gaat al gauw alle kanten op. Je ziet het, er zitten hele mooie steentjes in. Nou, dat is bij deze alle vier ook weer zo. Met name bij die vlinders kan ik het eigenlijk op de doos al laten zien dat dit gewoon vier van die grote knopjes zijn. En je ziet eigenlijk de padeltjes erop zitten. Dus dit zijn weer hele mooie. Nadat je je bak gemaakt hebt, kan je hem dus gewoon openvouwen en lekker in gebruik nemen. Bijvoorbeeld als je, ja, nou ja, jullie kunnen hem gebruiken waar jullie voor willen. Mijn schoonmoeder heeft een bak en ik weet dat zij haar wol erin heeft. Leuk voor als ze gaat breien. En ik heb nog iets anders. Vorige keer had ik die hele mooie kerstkrans die daar staat binnengekregen van hout. Waar je op kon werken. We hebben nu een plastic raamhanger met vogeltjes. En we hebben een houten raamhanger met vogeltjes. Jongens, het ziet er geweldig gaaf uit. Kijk, de prijs van alles is ook heel erg makkelijk. Het is allemaal €29,95 per stuk. Dus daar hoef ik ook niet eens heel moeilijk over te doen. Kijk jongens, op plastic. Waar het aan hangt, het riempje zit er ook bij. Kijk, er zit ook gewoon nog. Dit is de plastic. En die andere heb ik hier. En daarna ga ik naar mijn klantjes toe. Even kijken, deze. Deze zit op hout. Dus die heeft iets meer zijkantjes erbij. Dus deze kan je gewoon echt tegen de wand aanhangen. En deze zou je zo voor het raam kunnen hangen. Dan zou ik wel de witte kant gewoon naar de weg doen natuurlijk. En zelf gewoon naar het mooie kijken. Hey. Leuk hè jongens. Dus er komen steeds meer andere dingen uit met de diamond painting. Iets wat ik zelf ontzettend leuk vind. Want ja, ik hoor van een heleboel van jullie dat jullie uitgekeken zijn op die grote doeken natuurlijk. Dus bij deze. Ik ga het afzwaaien. Jullie hebben gezien wat er binnen is. Draai even een schermpje op. En ik zeg tot de volgende keer. Dag allemaal. Veel plezier.